Ik ben Robbe van Keimeren, een van de bestuurders van Martens van Keimeren Architecten. En met ons kantoor hebben wij dit project mee mogen ontwerpen en realiseren. En we zijn met ons kantoor eigenlijk vooral actief in heel veel duurzame projecten. Sociale woningen, scholen en dergelijke meer. Het project betreft 7 grondgebonden woningen die elk 4 slaapkamers hebben voor 6 personen. Hier bevinden we ons in een heel dens stadsdeel met heel smalle woningen, met heel weinig buitenruimte. Hier stond oorspronkelijk een lange rij van rijwoningetjes die eigenlijk volledig noordgericht waren. Die hooguit een klein koertje hadden met een heel hoge tuinmuur achteraan. Dus eigenlijk hebben we hier gezocht naar een lagere densiteit, minder woningen, om zo eigenlijk een soort tussenzones te creëren, waar dat we eigenlijk tuin aan tuin kunnen schakelen, zodat er brede zones tussen de verschillende woningen gecreëerd worden. Ik ben Anne Vermeulen, ik werk als projectmanager bij Thuispunt Gent, een sociale huisvestingsmaatschappij in Gent. En ik heb eigenlijk het project hier in de Loodsestraat begeleid. Dat betekent eigenlijk dat wij als projectmanager op zoek gaan naar een architect, daarna naar een aannemer en dan eigenlijk ook het volledige bouwproject begeleiden en tot een goed einde proberen te brengen. De grootste uitdaging voor dit project was denk ik het ontwerp op zich. Eigenlijk die grote typologieën toch kunnen inplannen in de kleine oppervlakte die er was. Met de nodige kwaliteit, de nodige buitenruimte die wij vragen. Voldoende licht, voldoende ruimte. En eigenlijk toch een mooi architecturaal geheel. Bij sociaal wonen zijn er natuurlijk tal van uitdagingen. We moeten binnen een beperkt budget moeten we wel kwalitatieve woningen voorzien die ook robuust zijn, die onderhoudsarm zijn. Dus we zijn er hierin geslaagd om binnen het opgegeven budget om naar BEN-woningen te gaan. Dat zijn bijna energie-neutrale woningen. En ze zijn ook volledig fossielvrij verwarmd. Ik denk dat het mooi in de omgeving past. Het gevelbeeld is eigenlijk mooi uniform. De lijnen in de gevels die doorlopen, variatie in de gevelsteen. En toch eigenlijk mooie ruimtelijke afwisseling tussen het eerste niveau, het tweede niveau en dan eigenlijk het zicht op de tuinen. Aan beide kanten, wat eigenlijk zorgt dat elke woning zowel licht heeft van aan de straatzijde, maar ook van de kant van de tuintjes. De woningen ervoor waren eigenlijk echt wel heel donker, ze waren smal. Ze hadden alleen maar licht aan de straatkant, terwijl dat we nu eigenlijk door dat volledig open te trekken en er ook die zijkanten bij te betrekken, creëren we eigenlijk echt wel ruime woningen die er ook mooi en licht uitzien.